Wat hebben jullie nou net ondertekend? We hebben net ondertekend een Server Level Agreement. En dat betekent dat we hebben afgesproken wat er de komende jaren op hoofdlijnen gaat gebeuren. Met de marketing van het dorp? Met de marketing van onze dorpsmarketeers. Hoe die de komende jaren aan de slag gaan voor ons mooie dorp. Hoe is het gegaan de afgelopen jaren? Goed neem ik aan dan, hè? Het was de eerste periode, dus dat is in het begin best even zoeken geweest wat je dan kunt doen. Met welke acties je dan succes hebt bij bewoners en bij bedrijven. Dat is goed gelopen. Ze hebben ook kans gezien ook de middelen uit de private sector daarvoor te genereren. Want we willen wel graag dat ze een kwart zelf verdienen. Dat is, zijn ze goed in geslaagd, ook in een eerste periode. Dus we hebben alle vertrouwen in dat het zo mooi door kan gaan. Wat zijn speerpunten voor de komende tijd? Geeft u die mee? Nee, zij moeten zelf met voorstellen komen. We hebben natuurlijk best ideeën, maar we laten hen het initiatief. Zoals de voorzitter net ook zei, corona is heel belangrijk op dit moment. Het promoten van de webshops, van de horeca en van de winkels. Kijken of we daar toch wat traffic kunnen gaan genereren. En hopelijk na die periode toch met meer activiteiten, fysieke activiteiten, proberen voor bedrijven en voor inwoners de zaak op orde te krijgen en beter te maken in ons dorp. Gefeliciteerd. Dankjewel. 3 jaar verder. 3 extra subsidiejaren. Je weet hoe belangrijk het is als je van de overheid afhankelijk bent. We moeten het zelf doen, maar we hebben wel support van de overheid af en toe nodig. Ja, wel ook zelf voor een deel de eigen broek ophouden, hè? Ja, zeker. Zeker. Wij krijgen van de gemeente een substantieel bedrag, 75.000 per jaar. Maar we worden geacht daar zelf ook een behoorlijke portie eigen inkomsten bij te hebben van donateurs en ook door verkoop van eigen artikelen en organisatie van eigen evenementen. Lukt dat een beetje? Tot nog toe gaat het vrij goed. Afgelopen 3 jaar hadden we die verplichting ook en die hebben we ruimschoots aan voldaan. Maar met ondernemerschap is het iedere keer opnieuw maar weer proberen of het de komende jaren ook weer lukt. Maar we zijn vol vertrouwen. Ja, het is natuurlijk een beetje een ingewikkelde tijd voor sommige ondernemers. Het is vooral voor andere ondernemers die niet zo rijkelijk kunnen putten uit subsidiepotten zoals wij. Is het buitengewoon ingewikkeld. En dat wordt een van onze belangrijkste taken de komende maanden, de komende jaren misschien wel. Om de gevolgen bij verenigingen en bij ondernemers van die corona-lockdowns en van de achterstand die ze hebben opgelopen, om hen te helpen dat weer in te halen. Ja, want jullie hebben ook een campagne hier. De poster hangt hier aan het raam. Maar ook een magazine uitgebracht nu. We hebben meerdere campagnes lopen. De belangrijkste campagne is die in de regio Terug naar Oegstgeest. Iedereen die hier geweest is, die moet hier graag weer willen terugkomen. Maar inmiddels heeft corona geleid tot een andere campagne. We willen de eigen inwoners in ieder geval als eerste verantwoordelijkheid geven voor het in stand houden van de kwaliteit van dit dorp. Dus de campagne tussendoor kwam Houd Oegstgeest vitaal, koop desnoods ook online lokaal. Hoe erg dat aanslaat weten we niet. We krijgen er veel waardering voor. Maar of de ondernemers straks gaan zeggen dat heeft ons geholpen, dat moeten we nog horen.